Vandaag ga ik het hebben over hoe je je groenten en fruit het beste kan wassen. Er wordt me regelmatig gevraagd van, maar hoe maak je nou groenten en fruit goed schoon? He, want je hebt natuurlijk bestrijdingsmiddelen, bacteriën, zand, van alles op je groenten. Wat ik doe is zachte groenten, he, zoals sla en zo, dat doe ik in water goed wassen. En dan is al 80% van wat je kwijt wil, is weg. Je hebt natuurlijk harde groenten, zoals aardappelen, et cetera, waar veel zand aan zit, hè, of klei. Dat doe ik altijd met zo'n nagelborsteltje. Hè, dan wrijf ik dat goed schoon. En dat kan je natuurlijk niet met zachte groenten doen. Dus zachte groenten, alleen koud water, even goed afnemen. En harde groenten, waar veel klei of wat ook aan zit, even met een nagelborsteltje. Oh ja, en ik heb pas op internet gelezen. Daar gaven ze dan een tip dat je het ook met water en azijn zou kunnen doen. Dus je groenten en je fruit. Nou, en daar hadden ze een verhouding op staan van 2 eetlepels water en 1 eetlepel azijn. Nou, ik zou het niet doen hoor, want dat wordt hartstikke zuur. Zeker groenten, broccoli bijvoorbeeld. Nou, doe dat maar eens met zoveel azijn. Nou, dan zit je een zurige broccoli balletje te eten. Uw, wil je niet. En ik ben in landen geweest waar ze inderdaad wat minder schoon water hebben dan wij. En daar doen ze inderdaad veel meer met azijn. Maar dan krijg je net zoals dat je groenten inmaakt, hè, dus om langer te bewaren. Ja, dan is het zuurig. Nou, dat wil je niet hoor. Dat is helemaal niet lekker. Dus het kan, want natuurlijk neemt het ook bestrijdingsmiddelen mee. Maar ik zou niet zoveel azijn doen. Nee, gewoon 1-2 eetlepeltjes op een pannetje water. Dan vind ik, lijkt mij meer dan genoeg. Ook van internet gehaald. Baking soda. Nou, baking soda, hè, zou dan 96%. Ik twijfel er niet aan hoor. Maar ik gebruik het niet, zelf niet zo vaak. 96% van de bestrijdingsmiddelen en bacteriën en vuil. Zou je dus van je groenten en fruit afhalen door op een liter water een eetlepel baking soda toe te voegen. Ik ga het zeker proberen. Dit was het weer voor deze week. Nou, als jullie tips hebben of vragen of iets anders, plaats dat even hier. En ik zie je volgende week weer. Dag!